shit! En welkom bij een extra aflevering van Farming Simulator, want wij waren net namelijk voor de fun ons lievelingsspel aan het doen. En toen reed ik per ongeluk, ik dacht, in het water. Eventjes snel, eventjes een bochtje afsnijden, maar ik dacht, ah leuk, ik zie op de map een zwarte rand, het zal wel. En nou gaan Dimitri en ik laten zien hoe je dan het handigste hem er weer uit kan halen. Nou Dimitri... Ja, we waren al een aardig eind gekomen. Ja, toen bedachten we van dit moeten we eigenlijk opnemen. Zo lachen. Ja? Oké, dan gaan we weer. Ja. Jij moet hem ietsjes... Ja? Ja, oh, oh nee! Oh, nee! Ik ga automatisch naar voren, hoe kan dat nou? Oh ja, ik zit natuurlijk aan je vast. Ja hoor, daar gaan we weer. Nee, kijk. Wat gebeurt er nou met mij? Nee, niet terugduwen. En je kan mij ook vanaf voor nou doen, toch? Snap je wat ik bedoel? Van voor? Ja, wacht. Gaan duwen? Ja, gewoon van de andere kant gaan staan, dan duw je mij toch, zeg maar. Wacht even, nou duw ik er alleen maar verder in. Even kijken. Ziet er wel grappig uit. Ja, dat zie je niet iedere dag. Hey. Kijk, in principe missen we gewoon een sterkere tractor en een langere arm. Dus in principe gewoon een model groter. Maar ja, die bestaat niet. Dus jou heb ik... Oh, wacht. Ik heb het nog niet goed vast. We kunnen weer. We kunnen weer. Douw jij dan het probeer mij te douwen, zeg maar, van de andere kant? Of gewoon sowieso op die paal, dat kan ook. Dus, wacht, echt wel, dus ik moet voor jou gaan staan met deze kar. Ja. Kijk, moet je wel uitkijken, want ik zijn met twee karren kwijt. Ja, ik wou zeggen. Kunnen we deze er ook nog uithalen? Gaat dat goed? Oh, wat doe je? Je duwt me weg! Ja, ik moest er toch voor gaan staan. Ja, oké, wacht, ja. Nu duwen. Ja, volle bak, ja. Nou. Ja. De kar is er in ieder geval een heel eind uit. Oh! Oké, wacht. Ik heb wel een... Is er geen sterkere wagen voor? Nee, dat is het rotte die juist staan. Is die bomenzager er niet geschikt voor? Ja, dat zat ik dus ook al aan te denken, ja. Kunnen we het proberen? Zullen we eens even halen? Ah, ik haal hem wel even. Ga jij maar even door hiermee. Volgens mij staat hij nog op een vrachtwagen, of niet? Want ja. Die vrachtwagen is namelijk sneller dan die bomen-ding. Dus dan kan je beter met de vrachtwagen komen. Daar komt dat is handig. Wat duurt het weer? Oh, achteruit rijden met een vrachtwagen. Altijd leuk. Zo, nou. We gaan even kijken. Misschien kan ik nou opeens al... Nee, ik kan nog niet in de tractor. Jammer. Ik vind het echt nog steeds een vet spel, Dimitri. Mooie graphics ook, hè? Ja, zeker. Oh, nee! Hij is eraf gedonderd van mijn vrachtwagen. Van de vrachtwagen afgevallen. Dat zeggen ze wel eens als iets gejat is, hè? Oh, ja. Even kijken. Jij hebt hem weer eens op. Veld... Wat was het? Veld 13, hè? Veld. Op zich is dat niet zo heel ver rijden, hoor. Wacht, neem die vrachtwagen. Ik rij wel met die vrachtwagen. Ja, kan je zeggen, dat is wat voor de volgende draaien we daarna wel weer op.
blijf achter een boom hangen. Als het goed is, moet jij het me zo wel kunnen inhalen. Nee, dat boom, die heggenschaar, die is best wel sterk. Nee? Ja, ik ben los, ik ben los. Zo, ja. Wat maakt dat ding een herrie, zeg? Ik denk ook dat die heggenschaar sterk is. Ik kan er niet alleen heggen mee knippen, maar ook bomen. Gaan gewoon heel ons materiaal gaan we eraan te pas halen. Maar het moet en zal ons lukken. Eerder zullen wij de video niet stoppen. Al duurt die 3 uur. Kan je zeggen. Die tractor die zal en moeten uitgaan. Nou, rijd me maar op dan. Ik hou je zo in. Die vraag waar. Eigenlijk kan met 60, is ook niet veel. Nou, deze kan met... Waar ga jij nou heen? Ik ga naar zet de plek. Zet het mooi stil. Oh ja, we zijn er al joh. Hier. Ja, zie je. Misschien kunnen we beter eerst even die bomen omzagen die erbij staan. Want die staan nogal aardig in de weg. Ja, doe jij dat maar. Hey, misschien kan je die stam op die vrachtwagen leggen. Oh ja, wacht. Dat is een rijstukje vooruit nog. Even kijken, hoe werkt dat ook alweer? Dit ding is nog best lastig te bedienen hoor. Oh, dit boomtype wordt niet ondersteund. Ja. Je ook lekker. Deze boom wel hier, kijk. Die boom die hier staat. Rechts van onze karren. Deze. Ja. Volgens mij ook niet hoor. Ja, nee, die. Welke dan? Achter je, die witte. Die. Die. Nee, ja, die. Ook niet. Nee? Nee. Nou, lekker dan. Nou, dan gaan we dan eens even kijken hoor. Uitschakelen. Dan gaan we eens even kijken of dit wel lukt. Ik weet alleen niet hoe. Oké, en nu? De overheen, denk ik. Ja, hè? Wacht, misschien. Heb ik hem? Over heel die kar heen en dan naar beneden. Oh, wacht. En dan moet ik denk ik eerst even zo. Oh. Ja, zal ik die kar weghalen, die andere? Ja, die gele, inderdaad. Die staat echt in de weg. Zo. Nee, deze was het. Kijk, deze helemaal uitklappen. Zo. Gaat hij dan niet weg? Oh. Ik had... Yo. Ik denk dat dit wel misschien moet lukken, hoor. Ik ga er niet gek van opstaan kijken, in ieder geval. Hij is wel sterker, toch? Ja, zeker. Wat doe je met een boomomhakmachine? Ding uit de sloot halen. Karren. Nou, daar komt ie. Oh nee, ik heb hem niet goed vast. Oh wacht, misschien weet ik wel wat. Ja, ja. Ja. Daar komt ie. Wacht even, dan moeten we even dit... Ik klap de dieplader uit. Nou, hij is wel een eindje uit. Even kijken hoor. Doen we datzelfde grapje nog een keertje. Oh, nee! Oh! Doen we hetzelfde grapje nog een keer natuurlijk. Als dat lukt.
Oh. Oh, dat heggesnoeid ding zit er bijna in. Het heggesnoeid ding. Vooruit, kruid. Ik kan niet rijden met dat ding omhoog. Dan valt hij erin. Kruid, een vrachtwagen. Rij is normaal. Nu rij je mij wat dood. Ja, maar dat ding is de onderste... Zo moet hij omgedraaid. Dus je... Je werkt andersom, zeg maar. Dat is heel eerlijk dan. Nou. Oh, nee! Wat is dit nou weer, joh? Oké, okay, ja. Nou. Het duurt even, maar... Komen, hè? Ik wou zeggen, dat gaat goed komen, hoor. Kijk, nou zit ik hier. Even kijken, zo. Ja, nou moet... Oh, nee! Kijk uit! Kijk! Ik kijk vanaf de overkant. Ja, die boom staat hier in de weg. Oh, wacht. Ik heb een idee. Weer een grandioos idee. Een geniale brein. Even kijken hoor. Zeg oh nee! De Baron. Wat vind je van de Baron dan? Leuk hoor. Drommels. Zo, hoppakee, opgelost. Zo, nou is de kwestie van eruit snokken en klaar. Kijk, ik zet 3 van die kar op dit ding. Voor de show. Hey, om mee te nemen. Oké, okay, nou moet hij in principe gaan. Zo, even de dieplader in klappen. Ja, Dimi. Zo, kijk dit! Oké, okay, dit moeten we wel eventjes... dit is wel een stukje kunstwerk. Hé, hey, maar Dimi? Ja? Kunstwerk voor jou of kunstwerk voor mij? Ik kan hem er alleen nog niet uitrijden. Oh, wacht even hoor. Ga je er wel in? Nee. Zo, nou, dan zou ik hem er denk ik nog een stuk... Oh, nog een stuk uit moeten halen. Doen we dat gewoon, hè. Geen probleem. Kan ik erin? Nee. Ik heb het idee dat die totaal los is, dat je er niet meer mee kan rijden. Maar nu kan je er nog niet uitrijden hoor. Je zit nog half in het water. Dat voorwiel raakt de grond niet, dus ik snap wel dat je er niet in kan. Nee, maar ik moet zeggen, jouw kunstwerk... Ik ben ook benieuwd als je ermee gaat rijden of het dan nog zo is. Maar dat gaan we zo zien. Ik moet zeggen, dit is toch wel heel erg... spannend. Wat is dat rode ding dat er aan zit dan? Jij zei daarnet dat het te zwaar was of zo. Ja, dat is een grasmaaier. Ik dacht ik haal het in één keer in de winkel. Nog een stukje. Kan er nog niet in.
Even kijken hoor. Dit werkt op zich wel lekker. Even kijken. Ik zit nou in de cabine. Maar het is heel raar met zo'n... Even kijken. Dit werkt even heel anders. Zo. Oh! Nee, dat gaan we maar niet doen. Nou, het ging zo goed. Wacht, misschien... Oh, nee. Dit is een goeie, denk ik. Ja. Ja, daar komt ie. God, dit had ik veel eerder moeten doen, joh. En? Nee, ik kan er nog niet in. Nou, dan is hij volgens mij totaal los. Maar hij raakt nog niet de grond met zijn voorwielen. Oh, maar daar staat je vrachtwagen in de weg. Dan kan ik niet verder. Oh, wacht. Dan gaan we zien of ik hem weg kan rijden met al die karren erop. Let op. Kom niet vooruit. Ik denk dat komt. Oh. Buk. Ja. Mooi. Nou, dan kunnen we het nou afmaken. Drie van die karren erop. Staat hij nog? Ja. Kijk dit. Maar wacht. Zeg er weer zo wat voor. Zo, nou, komt ie hoor. Nou, dit gaat een lange aflevering worden, denk ik, Dimi. Ja, je zit er weer voor de helft in. Laat mij eens proberen. Laat maar, doe maar niet. Zit hij er dadelijk weer helemaal in. Au, je rijdt me over. Oh, wacht even. Oh. Gezellig, hè, in die cabine. Zie je me staan? Ja. Ik kan gewoon door de glazen heen lopen. Zo, nou. Nou, dit maakt volgens mij geen moer uit. Oh! Nou, hij zit er verder in dan net, hoor. Net zonder die achterwielen op het land. Ja, ik wou zeggen. Die bomen die staan echt in de weg, hoor. Misschien zal ik er even een zetje tegen geven aan de zijkant, aan rechts. Ja, doe maar, ja. Kan je even die gele auto halen. Hé, hey, als je er met je muis viel... Wat? Als je met je muis viel scrollde, dan had je toch altijd zo'n kettingzaag? Oh, nou, toch niet. Je had het toch gekocht? Ja, maar blijkbaar is die weg. Hoppakeetjes. Ja, noem dan. Boom omzagen. Oh!
Ik opeens wel. Waar moeten we hem nou mee optillen? Even wachten hoor. Ik heb altijd al heel graag een keer bij de brandweer gewild. Gewoon om dit soort klusjes een beetje te doen. Oké. Ik had eigenlijk verwacht, hè? Die hebben we dus ook binnen een paar minuten wel uit, maar... Hoe activeer je die heggeschaar? Welke heggeschaar? Die jij hebt, of... Die jij hebt? Die oranje. Oranje? Er staat X. Oh, je moet met je muis. Ja, inderdaad. En dan moet je met je rechter muisknop, volgens mij. Die andere boom gaat zeker niet. Ja, die andere boom gaat ook om. Blijf nou. Ja, kijk, daar gaat hij. In het water. Nou, ik weet niet, nou staat hij toch wel zo goed als op de grond. Of aan de kant. Nou, ik kan er niet in. Volgens mij is hij zo totaal los als ik weet niet wat. En nu? En nu? We kunnen proberen nog een stukje, maar ik denk niet dat het uitmaakt. We kunnen Farming Simulator een mailtje sturen waarom we niet in die tractor kunnen. Nou ja, Ja, wat moeten we nu doen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Nog een stukje eruit trekken. Misschien als we het met tappen dat we dan wel in komen. Ja, heb ik al geprobeerd, dat werkt niet. Zo, wat hebben we een hoop rotzooi. Nou, laten we nog één zetje proberen dan. Alleen bij mij de server is wel een beetje traag. Mocht je trouwens op onze server willen spelen, Dimitri legt even uit hoe het werkt. Oh ja, er staat een wachtwoord op en dat wachtwoord vind je in de videobeschrijving. Ja, en je kan hem vinden onder Nederlands. En onder Europa. Precies. Nou, we gaan... Nou is die er toch alleen maar uit. Voor Jon of niet? Nou wel. Ja, hij is eruit. Karak, eruit! Wat doe jij nou? Wat doe ik? Hij is... Ja. Yeah. Nou, volgens mij kunnen we er nooit meer in. Ik vrees het ook niet, nee. Ik denk dat die totaal los is. Nou, we gaan nog één zetje doen. Nee, dat gaat niet lukken. Nee, kijk, hij is uit het water. Dan maar moet je kijken, je moet al lang erin kunnen. Ik denk dat het gewoon iets is in Farming Simulator dat het niet meer kan. Maar we gaan naar de begrafenis van onze Nieuw-Holland dan. Ja, jammer.
Kan je geen steen kopen? Zullen we nog even een boom omzagen omdat het zo leuk is? En dan ik heb er al een paar honderd zagen. En dan de video ook serieus echt in het water. Hey, zou je ook in het water kunnen zagen? Ja hoor. Dat is wel nep hoor. Zaagt hij eigenlijk nog? Ah, hè. Kunnen we nog hoger klimmen? Bomen knippen. Je kan ook onder water zagen. Onder water zagen? Ja. Nou, dat lijkt me heel onrealistisch. Ja, dag! Kijk maar! Nou, foutje denk ik aan farming. We kunnen nog even... Je hebt hier nog een... Ja, het is omdat het zo leuk is. Weet je wat mij nou nog vet lijkt? Nou? Deze gele auto heel hard vanaf de andere kant zo proberen te rijden dat ik zo aan de andere kant kom. Probeer of niet? Als hij in het water komt. Ja, dan moeten we die er ook nog uitvissen. Wordt wel een hele lange video, hoor. Al die bordjes omver gereden. Van de mooie camping. Oh nee, kijk, die kar is van die gele afgevallen, van die vrachtwagen. Ja. Zal ik het proberen? Wil je jumpen? Ja. Is toch geen, het gaat toch niet omhoog? Moet toch wel lukken, of niet? Want die, jouw kant, kijk, jouw kant is minder hoog. Moet je al een hele grote aanloop nemen met 80 km per uur. Ja, gewoon van de berg afrijden. Je kunt het proberen. Maar als je die berg afrijdt, maar verminder je snelheid, hè? Ja, oké, okay, maar het zit op een berg, dus... Ja. Oh, nee! Ja, als ik vanaf hem of vanaf hier vanaf achter, dan moet het wel lukken. Proberen? Nou, proberen, zal ik zeggen. En anders verkopen we deze mooie gele auto. Dat is het probleem niet echt, maar... Kijk, ik heb meerdere van die blauwe tractors en ik weet niet hoe je hem... Oh, daar dan komt kan je hem niet uit water verwijderen als je hem kwijt bent. Ja! Ja! Alleen ik kan er niet meer in rijden. Nee? Nee. Dat wil ik ook proberen met die rode, dan mag die ook wel kapot. Oké, wacht, ik ga er eentje voor jou kopen en dan verkoop ik gelijk die andere. Welke kan je eens verkopen, die rode? Die gele, ja. Nee. Wat voor kleur wil je nog hebben? Dan zet ik hem bij de ding, dat is snel. Roze bestaan, ik kan wel paars. Oh, ik heb een paarse voor je neergezet. Maar paars. Hey. Maar hoe heet dat? Kan je die blauwe ook verkopen met die gekke rommel eraan die we er net uit hebben gevist? Ja, maar hoe moet dat? Garage of zo? Oh. Zit jij in die auto nu? Ja.
Hoe deed je dat nou? Oh, nee. Ik krijg bijna in de sloot zonder eroverheen te springen. Heb je die auto nog? Ja. Oké, mooi. Oké, wacht. Dit moet ik natuurlijk nog even... Je moet vanaf achter die berg. Ja. Wacht even, ik kom even naar jou toe. Dan laat ik zien waar ik... vanaf waar ik weggereed. Gaat hij zwemmen? Hier, ik stond zeg maar achteruit op deze berg zo. En dan ging ik zo op. Drie, twee, één. Oké, wacht. Ik ga even mooi staan voor de filming. Ja hoor, kom maar op. Oké, nou ja. Ik denk dat we de video maar gaan beëindigen. Het was een leuke video. Fun met Farming Simulator 2015. Vond je het nou ook leuk? Doe een duimpje omhoog. Ja, vergeet zeker niet te abonneren. En dan spreken we je graag de volgende keer weer. Met een nieuwe aflevering van Farming Simulator. Doei! Doei!